Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Karin Staalman van der Werf. Mijn man heet Roderick Staalman van der Werf. Het is vandaag zaterdag 19 oktober. En het is nu 2:30 bijna. Ik heb een pakketje binnen. Deze pakketje is voor mijn buurman. Dus die mag ik niet uitpakken. Hè, schat weer. Maar deze pakketje wel. Dus die ga ik zo meteen even uitpakken. En ik ga nog een wat aardig wat vloggen editen. Ja. Dat is een leuke benaming. En wij wensen jullie heel veel kijkplezier gewenst. Met alles wat we weer gaan doen. Nou. Ja, nou, ik heb dus een pakketje wat jullie wel kunnen zien. Ja, een heel mooi pakketje. Ik ga eens even kijken wat er in deze envelop zit. En misschien nog een kaart. Dus wie zou het zeggen? Ik niet weten. En ik ga het samen met jullie lekker voorlezen. Ja, nou, zoals jullie dus weten heb ik dus een pakketje gehad. Wat ik dus al zei. En die ga ik dus nu met jullie samen openmaken. Deels. Zo. Ja, ik zal het ook even laten weten van wie ik dat heb gehad zometeen. Het is dus ook weer van een YouTubester. Ja, en ze heet dus Kirsten. Speciaal voor jou. Kijk, heeft ze ook heel mooi gemaakt. Lieve, ik zal hem even voorlezen. Lieve Karin, veel plezier met deze cadeaudoos. Ik hoop dat je het leuk vindt wat ik voor jou en je huisdier heb gekocht. Groetjes Kirsten van Strik. Van het kanaal Vloggende Strikje. Dus wil jij nou ook haar gaan volgen? Ik zou zeggen, abonneer even. En dan heeft zij ook weer abonnees erbij. Nou, ik zal eventjes een pakketje even uitpakken vanzelf. Ik ben benieuwd. Ik hoop jullie ook. Want dit is mijn allereerste keer dat ik dit doe. Want ik heb ook dus een doos naar haar doorgestuurd. Dus ja, dat is gewoon toch even spannend. Want ja, je kent elkaar niet. Je hebt wel gezegd hè, wat je hobby's zijn en alles. Wij dan. Ik naar haar en zij naar mij. Dus ja, daar moet je iets gaan uit kiezen. En ik zal even Roderick van een luidspreker even afhalen. Want anders is dat ook even storend voor jullie. Dus ja, dat heb ik dan wel gedaan. Ja. En dan hoop ik ook dat het goed bevalt bij haar. En nu eens even kijken wat zij dus voor mij heeft gekocht. Dus ja, en die vind ik wel grappig eigenlijk. Dus ik denk dat ik hier ook wat vaker wat mee doorga. Dus wil je nou ook zo'n leuke pakket van mij? Dus ja, dat mag, dat kan. Ik zou zeggen, abonneer even en laat even een reactie achter. En dan kunnen we altijd even privé contact houden. Mooie schoenendoos. Nee, ik word er niet voor gesponsord. Nee. Oké, pakketjes. Dat heb ik dus even niet gedaan. Omdat ik weinig cadeaupapier had. Sorry. Maar dat maakt niet uit. Oké, kijk. Nog een pakketje. Heel leuk gedaan. Ik ga het even uitpakken. Dat had ik eigenlijk wel misschien even moeten doen, maar maakt niet uit. Ik zou zeggen, ben je gewoon benieuwd wat ik aan Kirsten heb gegeven? Abonneer je sowieso eventjes op haar kanaal en dan komt dat ook in haar vlog terecht. Vanzelf. Oh, ja, ik had deze ook al gezien en bij mijn moeder. Oh, daar gaan de katten helemaal blij mee zijn. Dankjewel. Hier gaan de katten heel blij mee zijn. Ja! Top. Sowieso, dankjewel. Helemaal top. Ja. Oké. Deze ga ik denk ik als de laatste uitpakken. Weet niet of het heel goed te lezen is. Ja, deze ga ik even als laatste uitpakken, mensen. Die.
Ja. Ik ga nu deze uitpakken. Ik wil altijd netjes uitpakken, hè. Altijd. Maar soms lukt het niet met die cadeaupapier. Want sommige cadeaupapieren van tegenwoordig is gewoon zo te midden. Ja, dat krijg je dan niet eens netjes uit elkaar. Okay. Ja, nee. Nou, deze gaat er niet worden met netjes uitpakken. Deels wel, deels niet. Nee, maar dat heb ik dus even mijn moeder geleerd. Netjes uitpakken. Ja, dat heb ik even mijn moeder geleerd. Heb ik toch nog wat geleerd, man? Nee, een grapje, man. Ja, hier gaan de hondjes ook heel blij mee zijn. Nee, ik word er gewoon nog steeds niet voor gesponsord, mensen. Het is ook erg, hè? Nee, hoor. Oké, ik weet ook niet of het breekbaar is of wat dan ook. Totaal niet. Dat weet ik dus niet. Maar ik pak, kijk, want net zoals deze gaat wel in principe deels goed. Met losmaken. Kijk, Roderick die hoort mij nu wel, maar jullie horen Roderick nu niet. Die heb ik, wat ik al zei, van Lightspeaker even afgehaald. Want anders is dat ook niet fijn met zo'n zo'n video die ik ga maken met dingen uit te pakken. Die ik van haar heb gehad. Of van een vlogger op dat moment. Dus ja. Oké, ik ga zelf niet kijken. Ik doe lekker mijn ogen dicht. Jullie zijn nu als eerste die het gaat mogen bekijken. Heel creepy dit. Wat denken jullie? Hou ik hiervan of niet? Wat denken jullie? Ik ga nu kijken. Hey! Ja, hier ga ik heel blij mee zijn. Oh, dit is leuk. Ja. Oh, dit is leuk. Ja. Oh, ja. Oh, ja. Kijk. Oeh. Oh, kijk. Oeh. Ja. Oh, wat... oh, hier ben ik heel blij mee. Ja, hier ben ik heel blij mee. Deze ga ik sowieso doen. Binnenkort is. Heel binnenkort. Eens even kijken wat ik mee kan gaan doen. Ja, top. Dus dat zijn er al drie die ik hier heb. Drie cadeautjes. De ene laatste. Hij is een beetje zwaar. Ja. Hij is zwaar. Maar ik wil het gewoon weer netjes en goed uitpakken. Zo. Gaat het, dames, met spelen? En dan doe ik het weer hetzelfde als net. Dan doe ik mijn ogen dicht. Mogen jullie bepalen of ik het leuk vind? Moet ik wel eerst even een stukje hier open zien te krijgen. Ja, die krijg ik open. En zo. Ja. Nou, weet je wat, jongens? Ik doe het gewoon even zo. Ik ga het niet moeilijk doen. Ik zet er niks in meer. Nee, ik doe even dit even in die doos. Wat denken jullie? Ik weet niet hoe ik het nou moet houden of zo. Of zo. Even kijken. Als ik hem zo zelf zou lezen, moet ik het zo houden. Ja. Of kijken. Denken jullie weer dat ik hier blij mee ga zijn? Ik kan niet weten. 3. En ik ga bij 1 of 0 en mijn ogen weer open doen. 3. 2. 1. 0. Oh, kijk. Ja. Oh, ja. Oh, die is gaaf. Ja. Hier heb ik inderdaad ook weer wat aan. Oh, geweldig. Ja. Dat is een aanrader. Sowieso. Dus. Die. En de laatste, mensen. Daar is het is volgens mij breekbaar.
Dus. En hier raak ik dus wel weer mijn ogen mee open. Dan wil ik van jullie weten wat jullie leuk vinden. Of dat ik mijn ogen dicht doe. Dat wil ik eigenlijk eerst zien. Of dat we het gewoon allebei gaan zien. Hey, dank je. Het lijkt wel namelijk opbreekbaar, maar is eventjes, ja. Hij is alweer heel leuk bedacht. Heel grappig. Moet er maar opkomen. Ja, geweldig. Ja, dit is van ja, een soort van rubber. Ja, nou, ik ben er onwijs blij mee. Ja, ik ben er heel blij mee. Dus, wil je nou ook inderdaad ook zo'n leuke cadeaubox? Of van mij, of van Kirsten. En van het YouTube-kanaal, het Vloggende Strikje. Ik zou zeggen, abonneer. Ik zal haar link ook even hieronder doen. En dan heb je waarschijnlijk ook een leuke cadeaubox. Of van mij, of van Kirsten. Ik zou zeggen, dank jullie wel voor dit. En ja, er komt nog vele leuke meerdere dingen aan. Ik weet niet nog wat, maar dat komt helemaal wel goed. Top, dankjewel. Oké, één ligt daar. Daar ligt meneer 3. Nou ja, huis die 3. Wat ligt jij er lekker bij, wijfie? Waar is Drakkie? Ja, jullie liggen er allebei zo lekker bij. Lekker hè? Ja. Alleen, ik ga even nog even draakje op. Even pad op de draakje. Die liggen daar. Ja, yeah, nou, ik ben nog steeds even bezig met vlogs editen. Dit is mijn tweede vlog. Ik nou ga... Nou ja, nee, ja, dit is mijn tweede vlog die ik... Volgens mij inplan, derde vlog, weet ik het. Zullen we eens even kijken. Ja, als het goed is, is dit mijn tweede vlog. Ja. Even kijken hoor. En ik ben wat aan het zoeken. Die wat ik dus nou weer niet kan vinden. Nee, vind ik niet leuk. Nee. Ik ben er wel bijna, hoop ik toch. Want er zijn weer een nieuwe stickers bij. Want het is bijna Halloween. Alleen ik doe er niks aan. Nee. Maar ja, ik ga dat nog even zoeken. En dan komt Roos om te YouTube halen. Dan gaat hij omkleden. En dan gaan we nog even naar de Jumbo. En nee, daar worden we weer niet voor gesponsord. Nee. Even dat gezegd hebben. Nee, daar vind ik niks aan. Nee, ik wil toch mijn eigenste hebben. Ja, die moet ik hebben. MR en MRS. Die moet ik hebben. Toch MR en MRS, hè? MR en MRS, hè? Ja, dat dacht ik ook, ja. En toen liep mijn man dus lekker achter mij. Zo.
Wat is ze, schat? Wat is ze? Wat? Wat? Is toch goed dan? Wat dan? Je staat te draaien, dat je niet in beeld wil komen. Ja, precies. Je niet in beeld mag zijn. Nee, precies. Daar was je weer. Gekkigheid op stokje, moet kunnen toch? Ja. We zijn lekker even aan het shoppen. Ja, lekker aan het shoppen. En ik wacht op mijn eierkoeken. Zijn ze vers aan het maken? Hé, schat? Ja. Ja. Toch? Ja. Helemaal op bereik. Nee, nee, kom even. Oh, een leuke foto. Oog open. We staan een beetje in de weg, okay. Volgens mij. Timberland, kom daar. En die andere winkel is dus nog niet bekend. Nee. Kijk ook. Wauw. Het was heel mooi hoor, zo. Ik ga morgen weer even kijken hoe ver ze zijn. En wat zeggen we dan? Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is dan wel al in de middag. En ik ben Beauty. Mijn zus die ligt daar. Dat is Lovely. En daar ligt mama Lady. En daar is Speedy. En het is vandaag zondag 20 oktober. Het is al iets van 3 uur. En vrouwtje heet Karen Stalman van de Werf. En we wensen jullie nogmaals welkom bij deze gloednieuwe vlog. Hier ligt Lovely. Daar ligt Beauty. Hier ligt Lady. En daar ligt Raki. En daar zit Speedy. Hebt het? Ja, het is nu alweer, ik dacht dus net dat het 3 uur was, maar toen was het 4 uur. Dus nou, er is het wel, denk ik, of zo, wat? 4:15. Ja. Ja, helemaal klaar. Ja, meisje. Hij dit. Hij Vivi. Ja.
Die ligt ook lekker. Hey, Piet. Een schattig oud dingetje, zeg. Geweldig. Wat een schattig oud Volvootje, zeg. Geweldig. Ja, en we zijn er weer. He, waar anders? We zijn. Er komen gewoon twee winkels, joh. Hier en hier komt de MS-mode. Kun je nagaan, hè? Mooie teken ook trouwens, hè? Kijk dan hier zelfs, hé schat. Hier zijn ze al heel kikken. Wauw. Zo, mam. Ik heb het al gezegd, wetenschap. Mijn mama die heeft een heel zacht stemmetje. Want die is de stem kwijt. Want ik belde er net. Was... Ja, hallo. Ja, ik ben mijn stem kwijt. Ja. En de muziek die staat hier een beetje hard. Hoi. Zo, nee, ik maak er helemaal geen reclame voor, echt helemaal niet. Maar dit beeldje vind ik ook heel mooi, deze beeldje. Van, op, schat, Moppie, deze in een hartvorm vind ik ook heel gaaf. Ja. Hij kost me wel maar liefst, White Love, €120. Nee. Dan vind ik deze klok, ja, nou ja, klok. Ja. Je kan er een klok van maken. Deze vind ik mooi en die vind ik mooi. Ik zal even inzoomen. En dat is dus de mooie nachtwacht. De opgeleukte nachtwacht. En de opgeleukte nachtwacht, zegt Ro al. En hebben we deze nog. En deze kost me lief de kunstenaar, ja. Is Jeroen Buitenman, ho. Denk flexibel. 4, zo, schat. 44. Ja. Oké. Okay. Ik kan hem ook lenen. Ja. Dus ja. Wil je hier naartoe? Ik zou zeggen. In Voorburg. Ja. Nee, ik word er niet voor gesponsord, mensen. Echt niet. Ik maak gewoon gratis reclame. Omdat ik het zelf mooi vind. Ik ben eigenlijk helemaal niet van de kunst, maar dit vind ik heel gaaf. Wil je ook nog even bellen? Nou, dat kan ook. Wil je weten wanneer die open is? Nou, hier, dinsdag tot en met vrijdag van 12 tot 5. Zaterdag van 11 tot 5. En het telefoonnummer. Dagelduk. Lof. Hoe zie je? Je wordt gesmoord, jij. Hé, hey, koekoek. Lof. Ik ben niet in beeld. Voor jullie, en het is vandaag maandag 21 oktober. Het is nu net 11 over 12. Dus welkom en goedemiddag en heel veel kijkplezier gewenst.
Hey, kom dan. Hey, kerel. Bobby. Ik wil een foto van jou maken, Bob. Hey, kerel. Hey, vent. Nee, je wil. Hey. Bobby. Ja, kom dan. Ga mee. Ja, moet ik achter je aanlopen? Ja, is goed, vent. Ik kom eraan. De uitlaatservice is weer in dienst. Ja, de uitlaatservice. Karin, de uitlaatservice. Hé, Bob. Hé, vent. Mijn kleine vent, hè. Kom. Nee, volg lijn. Kom. Nee, volg lijn. Kom. Goed zo. Denk je dat ik er even omheen ga lopen? Echt niet. Dan ben je niet lekker of zo. Kom. Nee, kom. Ga zo weer naar oma. Ja, naar oma. Goed zo. Kun jij mooi zitten? Hé, Bob. Kun jij mooi zitten dan? Ja, ga je mee? Ja, even geduld. Ja, zo. Hè? Ja. Kun je weer mooi zitten dan? Ja, even mooie foto's voor mama gemaakt, hè? Ja, en voor mijn zus. Voor mijn grote zus. Ja. Bobby, wie mooi. Met je mooie pluim staat. Ja. Ach ja, ik doe gewoon even gek. Moet kunnen. Toch. Lekker gek doen. Maar als je niet gek bent, en dan heb je ook geen gekke mensen op de wereld. Nee. Kijk dan hoe dat daar lief ligt. Oh. Nee. Hey. Mevrouw Blauwoog. En mevrouw Witstaat, hè? Nog even. En zo vaak kom jij ook niet in de vlog voor, hè? Nee. Nee. Ja, mama zit even op de wc. Moet ook gebeuren. Ja, moet ook gebeuren. Ga jij haar even naar huis brengen dan? Ga je met papa mee even? Eventjes en tot rust komen, schat. Tot strakkies. Ja, ik heb een app op mijn telefoon. En dat is Too Good To Go. En ik heb al vandaag al één ding opgehaald. En ik ga nu iets anders ophalen. Ik heb nog niet alles gedeeld. Mijn excuus. Maar ja. Het is wel een ding waard, ja. Mag gelijk over. Kijk, dat is mooi. Hou ik van. Dus nee, maar het is wel. Ja, dit is voor mij de eerste keer dat ik het doe. Maar het is wel de moeite waard. Ja. Echt waar. Ik zeg een aanrader. Ja, echt waar. Een hele grote aanrader. Namens mij. En dat zegt wat. Nou, ik ben dus eventjes naar de co-op geweest. Ja. Dit heb ik dus gekregen in het pakket. Ja. Dit heb ik gekregen in het pakket. Dit zat erin. In het pakket. Dat zat erin. Die zat erin. Die zat erin. Deze zat erin. Deze zat erin. Deze. Die. 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 En die. Ja, heel erg lekker. Ja, ik zal de link eventjes hieronder inschrijven. Nou ja, schrijven. Die staat hier onderin. Ja. Ja, ik wil jullie nog eigenlijk gewoon heel graag bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vind je deze vlog nog leuk? Ik zou zeggen, doe vooral een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Laat een leuke reactie achter en doe het belletje. Want dan blijf je zeker op de hoogte. En dan zou ik zeggen, dankjewel. En tot morgen. Doei.